Wat is het een rijkdom, een moeder. Het mooiste bezit voor een kind. Al zou iedereen jou verlaten, is zij het die jou nog bemint. Hou toch altijd je moeder in ere, die lieve en edele vrouw. Alles met vreugd zal ontberen, om het maar te geven aan jou. Hou toch altijd je moeder in ere, want is zij voor een goed weggegaan. Steeds blijven dieren als jij haar verdriet had gedaan. Wat ik wel mooi vind is dat de dingen gaan zoals ze gaan. Want ja. Nu zijn we 2 jaar verder. En waar we de eerste plaat hebben ingezet op een aantal dingen, hè, van geen rachende mannen. Precies. Geen Gore Lef, maar Fosco. Ja. En wat heel erg leuk is, we hebben een tekst gevonden van Armando. Dat gaat over wachten, heet dat. Wachten op het moment. En het sluit volgens mij heel erg aan bij hoe wij werken. Kunst. Wil je weten wat kunst is? Kunst is wachten. Wachten op het juiste moment. Je moet steeds op de loer liggen. Je moet elke minuut waakzaam blijven. Elk ogenblik kan het gebeuren. Wachten tot het moment daar is. Wachten tot je weet dat het goed is wat je doet. Wachten is werken. Het wachten op inspiratie is werken. Je moet altijd beschikbaar zijn. Het is immers geen passief wachten. Het is actief wachten. Tot zover. Waarvoor heb je dat als piepschuim? Dat is voor beter dan de mensen banjo. Ik heb tik 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 tik. Klinkt lekker. Is dit nou? Ze zijn veel beter dan de mensen. Banjo door de lessen, ja. Want ze blijven toch bij jou. Nou en of, ze kunnen niet gemeen doen. Nou en of. Ze redden skiers uit de kou. Ze zijn veel beter dan de mensen. Want ze blijven toch bij jou. Met je puppy naar de training. Aan het lijntje met z'n twee. Zo'n beestje heeft geen eigen mening. Hij wil altijd met jou mee. Soms wil hij graag onder de dekens. Lekker tussen beiden in. Tot je moet kiezen wie eruit vliegt. Die kleine woef of je vriendin. Beesten kunnen niet bedriegen. Ze zijn veel beter dan een vrouw. Ze zijn veel beter dan de mensen. Want ze blijven toch bij jou. Beesten kunnen niet gemeen doen. Ze redden skiers uit de kou. Ze zijn veel beter dan de mensen. Want ze blijven toch bij jou. Er komt hier het commentaar van Martin Gauss. Honden zijn dit mensen. Je moet naar hem kijken, je moet naar hem luisteren.
En de hond moet naar jou luisteren, natuurlijk. En als hij dat niet luistert, dan geven we een flinke ruk aan die ketting. Dat hij wil naar je. En kijken, kijk naar zijn staart. Kwispelen. Ja, zo is die brab gaan zitten. Ik ben er zelf helemaal onbevangen ingegaan. En op het moment dat we bezig waren, voelde je volgens mij dat het nog meer wij waren. De band, de groep Fosco. Nog meer een eigen geluid. Wat minder liedjes, dingen. Nog meer, ja. Gewoon gaan, muziek maken. Daar waar het om gaat.